Goeiedag. Goedemiddag. GO3. Dennis Schouten. Ja, Wouter Schmid. Als ik het goed heb, dan leeft u al 20 jaar in ellende. Uitschelden, bommen op het raam. Ja, dat klopt. Helaas. Het is niet meer een kwestie van incidenten, maar dit is echt een geval waarbij we zeggen, dit is een patroon. Dus dat varieert. Dat gaat ook gepaard met kinderen die worden getreiterd en waar weer tegen wordt gezegd dat we vergeten zijn om vergast te worden. Met het woord kankerjood erbij en dat soort opmerkingen. Ik heb een deel al opgeruimd, want ja, je kan moeilijk overal het glas laten liggen. Maar je kan hier ook zien dat gewoon de hele sponning eruit geslagen is. En hoe is dit gedaan? Nou, eerst is daar waar we net stonden, is daar dus een kleine bom neergelegd in de brievenbus tussen de twee kleppen door. Ja. Dat was om 2:30 s'nachts ongeveer. En nou, dan hoor je die knal, word je naar beneden gehaald. Mijn zoontje roept, papa, weer een knal. Nou, ik had zoiets van, ja, er knalt wel vaker wat. Dat is gewoon normaal inmiddels. Jullie zijn het al zo erg gewend. We zijn het heel erg gewend, ja. En goed, we komen naar beneden en staan aan de andere kant van dat raam. En bam! Nou, dit was wel een want kijk, de hele, hoe heet het? Ja, het is helemaal, het is gewoon helemaal kapot. Dus ze wachten tot jullie beneden waren. En op het moment dat jullie beneden waren, ging hier een bom af. Ging hier de bom af, terwijl ik dus daarvoor sta, aan de andere kant waar we net stonden. En ja, dat lijkt toch wel op opzet, bijna militaire precisie. Maar je hebt zeg maar een opzet tot vernieling, maar ook dit was denk ik een opzet om u echt wat aan te doen. Ik zie het aan als een aanslag in de vorm van poging tot moord. Zover kan ik wel gaan, ja. En zo ziet de politie het ook? Nee, zo ziet de politie het niet. Die heeft op het aangifteformulier staan dat het om vernieling gaat. Hoe lang is deze ellende al? Dit is al 20 jaar. Het begon met, ik zou maar zeggen, Joods carnaval in april 2000. Toen is het begonnen. Maar we hebben christenen in dit land wonen, joden, moslims. Waarom is dat zo'n groot probleem dat uw gezin joods is? Ik kan er alleen maar naar raden. Ik denk toch dat er mensen zijn die denken dit is anders en dat niet prettig vinden. Ja. Een deel van de gemeenschap vindt toch dat dit niet kan. Wij zijn anders. Ik draag een keppeltje onder deze pet. Ik doe er nu ook een pet overheen om niet al te veel aanstoot te geven. Wel bloemen, maar geen raam. Ja, maar dan wel de bloemen van de mensen die jullie wel steunen. Want ja, die zijn een bloemenwinkel. Dat is, ja, een deel staat dan nog weer in de woonkamer. Maar ja, dat is het dus wel. En ik heb één kind dat van de fiets is gereden. Waarbij van tevoren wel is getoeterd. En dan vervolgens krijg je hit-and-run-achtige toestanden. Je kan natuurlijk niet bewijzen dat ook dat zo'n daad is. Maar je gaat het wel zo ervaren. En weet u een Hij is nu invalide. Daardoor? Ja. Eigenlijk wilt u dus vluchten, u wilt het huis verkopen, maar ja. Niemand wil dit kopen omdat ze weten wat hier gaan is. Dat vermoed ik. Dat vermoed ik wel, dat het ermee te maken heeft. Maar ik vind de reden nog steeds zo slecht. 20 jaar mensen lastigvallen omdat ze een Joods geloof hebben. Ja. U dringt dat toch niet mensen op? U valt er geen mensen meer lastig? Nee, erger nog, ik mag het niet eens iemand opdringen, dus ik zal het zeker niet doen. Maar dat mag niet van het geloof. Nee. Ja. Maar heeft u een idee waarom ze u willen hebben? Nou ja, het enige wat ik kan vermoeden, als iemand tegen mijn kinderen zegt, we zijn vergeten je te vergassen. En er dan bij zegt van, namen als jodinnenhoer en dat soort dingen. Dan kan ik niet meer zeggen, dit is geen antisemitisme. Dat lukt me niet meer.